Het is vandaag weer zover. We gaan weer verder met Storage Hunter Simulator. Nou, ik heb hier ontzettend veel zin in. Ik vind het echt een hele leuke game. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad in de eerste aflevering. Vergeet niet de video te liken als je hem leuk vindt. En dan gaan we lekker verder spelen. Nou, ik wil proberen om in deze aflevering deze spulletjes kwijt te raken. Want we hebben natuurlijk bijzondere items ook gevonden in de eerste aflevering. Die ik nog niet kwijt kan. Want ik ben nog niet op dat punt aangekomen, denk ik. Want ik weet niet hoe ik het kwijt kan. En ik heb ook andere opdrachten staan. We moeten even kijken. Een buy fixing tools. En we moeten een gebroken item weer maken. Nou, als we dan eventjes in het menu kijken, dan zien we inderdaad dat we tools hebben. En als ik daarop klik, dan kunnen we wat kopen. We kunnen die fixing tool kopen. Dat kost ons 500. Nou, ik heb op dit moment een dikke 1000 euro in mijn zak. Stel je voor dat ik dat ding koop, dan heb ik dus dikke 500 euro over. Dat is fijn, alleen dan moeten we natuurlijk ook nog naar een nieuwe filing toe. En dan moeten we proberen weer een nieuwe box op te kopen met 500 euro. Dus, en het kan best wel duur worden, maar ik ga het risico nemen. Dus, ik ga een fixing tool kopen. Ja, dat wil ik. Oké, mooi. 573 euro hebben we over. Nou, terwijl ik naar huis aan het rijden ben, wil ik natuurlijk iedereen bedanken die de eerste aflevering hebben gekeken, geliked hebben, misschien hebben gereageerd. Dank je wel daarvoor. Ik vind het altijd heel erg leuk als jullie dat doen. Dus ook bij deze vraag ik natuurlijk weer of jullie een leuke reactie willen neerzetten. Ik vind het gewoon altijd heel leuk om te lezen. Nou goed, we hebben dus één opdracht voltooid. We hebben dat apparaat gekocht waarmee we dus die spulletjes kunnen maken. Althans in de level 1 variant geloof ik. Want je kunt ook level 2 en level 3. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik ben blij dat ik in ieder geval iets meer kan nu. Dan krijgen we waarschijnlijk ook iets meer geld terug als we die spullen gaan verkopen. Dat is heel erg fijn. En dan moeten we nu dus iets gaan maken. Maar ik moet naar huis toe. Ik moet eventjes gaan slapen, want de veilingen voor vandaag zijn in ieder geval voorbij. Dus we gaan slapen en dan gaan we naar de volgende dag. En dan gaan we een nieuwe veiling bezoeken. En dan ben ik heel erg benieuwd wat we gaan aantreffen. Want we hebben natuurlijk best wel veel boxes gehad nu. Of ik heb er best wel wat gehad. Een stuk of 5 of zo. 4, 5. Het was allemaal een beetje hetzelfde. Behalve dat we nu natuurlijk dingen kunnen maken. Dus dat wordt heel erg mooi. We gaan eventjes tanken, want mijn benzine is op. Dus wij gooien eventjes dit leuke autootje helemaal vol met benzine. Dat kostte me 23 euro. Dan hebben we 550 euro over. Nou, ik zit net te denken. We hebben natuurlijk veel meer geld. Want we hebben natuurlijk die items in dat autootje liggen die we nog kwijt moeten. Nou, ik ben thuis en we gaan lekker naar bed toe. Dan moet ik volgens mij ook nog... Oh my god, ik moet ook nog huur betalen. Oh nee. Wacht even, is dat nu? Dat zou niet mooi zijn. Hoeveel hebben we verdiend? We hebben profit. Oeh, dat is niet goed. Oeh. Ah, oké. Onze beste item was een gitaar. Oh, gelukkig. We hebben nog 550 euro. Oké, ik zit in ons filing menu. We moeten door. We moeten meteen door, want we moeten geld hebben. We moeten echt geld gaan verdienen nu. We hebben de village people. Ik denk dat ik gewoon ga voor deze. Is ook niet heel erg duur, qua openingsprijs. 58 euro. Nou, volgens mij is dat perfect voor ons budget op dit moment. Dus laten we dat gaan aanvinken. En dan gaan we snel er naartoe. En wat ik zei, dan hoop ik dat we een hele goede box gaan krijgen. Ik hoop ook niet dat de mensen heel hoog gaan bieden. Want dan hebben we ook een probleem. Want we hebben al gezien in het verleden of in de eerste aflevering dat het best wel prijzig kan worden. Dus ik hoop dat ze het allemaal een beetje laag houden. Kijk, daar hebben we onze vrienden alweer staan. We hebben weer nieuwe bieders. Laten we hopen dat we deze box gaan krijgen, jongens. Oké, de box gaat open. Wat is het? Oh, dat is een oud zwembadje. Lijkt niet heel veel waard zijn, maar we hebben onze fixing tool. Dus misschien kunnen we er nog wat van bakken. Oké, daar gaan we. We gaan beginnen met de veiling. 1. Let's go. Daar gaan we. Hallo. Ja, 68 euro's. 68 euro. Eenmaal, andermaal. Dat meen je niet. 78, 88. Oh, dit zou zo fijn zijn als we dit hebben voor 88. Ah, jammer. Come on! 108. Over here. 118. Okay. 128. Kom op. Come on. Nee, hij biedt weer erboven. 150, kom op. 150 zou perfect zijn. Niet meer. Ah, fijn. Yes. Oké, dat was een hele mooie veiling. Voor 148 euro hebben we deze box kunnen kopen. Ik heb trouwens ook mijn camera eventjes aan de andere kant gezet voor de meest oplettende mensen. Want ik zag tijdens het editen dat mijn webcam of mijn camera boven de marktwaarde zat. En dat was best wel vervelend, dus ik heb hem even naar de andere kant gezet. Nou, we hebben zoals altijd weer instant sales. Dus dat is gewoon hoppatee. En dat was 3 euro waard.
Ik ga denk ik eerst gewoon de instant sales vinden en verkopen. Instant sale, dat is 1 euro. Dit is household detergent, dat is exercise ball. Toasters. Oké, dus qua instant... Oh, dit is ook een instant sale. Dat is 1 euro voor dat. Oké. Nou, we hebben 148 euro nodig om ons geld terug te krijgen. En natuurlijk, alles daarboven is winst. Dus let's go. We gaan alles verifiëren. 64 euro. Dan hebben we een exercise bike. Die is 67 euro. Dan hebben we een urn. 11 euro. Household detergent. 8 eurotjes. Een piggy bank. 21 euro. 7 euro. Oh, dit is weer een box die we kunnen wegbrengen. Die ik per ongeluk verkocht had bij de kringloopwinkel. Dat was heel erg dom. Dat ga ik niet nog een keertje doen. 43 euro voor een wasmachine. En dan hebben we 33 euro voor een... Wat is het? Een toaster. Dus dan komen we in totaal uit op 273 euro voor deze box. En dat betekent dat we wat winst hebben gemaakt. We gaan kijken of we het kunnen fixen. Want we hebben dat fix ding gekocht. Oh my god, ik moet level 2 hebben. Oh ja, tuurlijk, dat ga je niet menen, toch? Oh! Ja, we hebben het gedaan! We hebben het gefixt! As you win auctions and sell stories content, you'll be on... Oké, we gaan alles fixen wat we kunnen fixen. Wat? Moet ik hier zo level 3 voor hebben? Dat is apart. Oké, deze die kan wel. Deze die kan ook. Ja, ze worden ietsjes meer waard. Oh, nou, van 43 ging die naar 60 euro. En die toaster? Oh, dat kan niet. Goed mensen, het is tijd om te gaan laden. Ik begin met... even kijken hoor. Ik begin met het badje. Want dat is makkelijk. Daar kunnen we alles in mikken. Dus we gaan beginnen met die kleinere zooi. Dit kan er allemaal in. Dan hebben we die bal weer. Die altijd van me wegrolt. Hoppatee. Dan hebben we weer een urn. Die heb ik volgens mij al eerder gevonden. Dan hebben wij een... toaster. Die kan natuurlijk ook gewoon mee. Dat is lekker makkelijk. Dan hebben we deze fiets. Ik denk dat ik die er ook wel in ga krijgen. Dan hebben we deze kist. En die kist die moeten we geloof ik naar de locksmith brengen. Want die zit op slot. Die krijg ik niet open. Althans. We kunnen het wel eventjes proberen of die open wil. Nee, zie dat? Visit locksmith to unlock. Dus we moeten deze niet verkopen bij de kringloopwinkel. En dan ben ik aan het proberen... Oh, kijk, perfect. We kunnen alles meenemen. Yes, beste mensen. We zijn onderweg naar de kringloopwinkel. We gaan alles verkopen, behalve de kist natuurlijk. Daar moet ik echt op letten hoor, dat ik dat niet doe. Ik ga die kist er ook uithalen. Dus ik haal die kist even eruit. Die leg ik eventjes daar zo neer. En de rest gaan we verkopen. Eens eventjes kijken. Die urn kan weg. Dit ding kan weg. Dat kan weg. Die kist niet. Moet ik even op letten. Niet de kist. Ja, die bal. Dat fietsje. En die kist, die hou ik. Nou, ik heb eventjes een locksmith op de kaart gezocht. Ik heb hem gevonden. Hij zit heel dicht in de buurt. Ik neem aan dat hij open is. Het is 12 uur, dus dat zou gewoon geen probleem moeten zijn. Die man die moet gewoon open zijn, want we moeten de kist kwijt. Yes, hier zo is het. Dus ik ga hem even neerzetten. Dan halen we die kist eruit. Volgens mij kan ik die gewoon hier zo laten staan. En dan is dit de locksmith. Kijk, select item. Oh god, nu zit ik weer met mijn camera op wat anders. Dit is ook altijd wat. Even kijken hoor. Het duurt 2 uur voordat we hem dingen hebben. Voordat hij hem geopend heeft. Dus ik ga dat unlocken. Dat kost me 15 euro. Nou, dan moeten we over 2 uurtjes moeten we weer terugkomen. En dan weten we wat daarin zit. Maar wat kan ik nou met deze spullen doen? Ik ben onderweg naar de andere kant van de map. Waarom? Ik ga naar een expert toe. Want die spulletjes die we achterin de auto hebben liggen... Die rare items of unieke items... Die kun je dus brengen naar een expert. En die expert die gaat er voor je kijken hoeveel dat waard is. Dat is natuurlijk heel handig. Volgens mij kost dat ook geld. Dat geeft niet. Hè? Als we er genoeg geld uithalen, dan maakt me dat helemaal niks uit. Maar... ik wil gewoon weten wat het waard is. Ik heb het even heel snel opgezocht op Google van hoe moet ik dat doen. Je kunt dus die spullen wegbrengen naar een expert. Dus daar ben ik nu naar op weg. En ik hoop dat ik dat suikerpotje daar kwijt kan. En dan, ja, dan gaan we het wel zien hè, hoe het werkt en hoe lang dat gaat duren. Want het is natuurlijk weer een expert en die moet ernaar gaan kijken. En die moet er gaan bepalen hoeveel dat waard is. Er staat trouwens bij onze opdrachten buy your own pawn shop in Blueberry. Wat de hel? Kun je gewoon zelf een kringloopwinkel beginnen? Dat is leuk. Nou, we gaan als eerst richten op die spullen. Want het is geld waard. Ik wil gewoon weten hoeveel het waard is. Ik wil gewoon geld hebben. We moeten geld hebben. We moeten ook weer een nieuwe veiling doen. Althans, ik weet niet of ik dat red. Nou, ik ben bij onze eerste expert. Dat is Furniture and Electronics Outlet. Even kijken of we hier misschien wat kwijt kunnen.
Hallo. Dus even kijken. Ja, we kunnen ons suikerpotje kwijt. Oké, dus die gaan we erin zetten. Het kost me €30 en het kost 3 uur voordat we weten wat het is of wat het waard is. Dus dat gaan we doen. Die andere spulletjes, die kan ik dus niet hier kwijt. Maar die kan ik wel misschien hier kwijt. Dit is namelijk Art, Culture en Fashion Expert. Dus ik denk dat we hier naartoe gaan. En ik hoop dat we dan onze laatste spullen kwijt kunnen. En dan zijn al onze spulletjes in goede handen. Want ik denk dat als we betere boxen willen krijgen, we ook veel geld moeten hebben natuurlijk. Want we moeten natuurlijk mee kunnen bieden met de rest. Want anders heeft het geen zin. Dan krijgen we elke keer een beetje dezelfde boxen. Goed, we zijn bij de gallery The Taste of Art. En ik ben weer heel erg nieuwsgierig geworden wat we hier gaan aantreffen. Ziet er leuk uit in ieder geval. Laten we hopen dat we het kwijt kunnen. Even kijken. Oh, ja, ik kan alles kwijt. Ik kan alles kwijt, maar alles kost ook geld. €30. Ja, laat het gewoon doen. Hand sculpture. Dit is ook... Oeh, dit is heel duur. Dat is de gold bangle. Dat kun je net niet zien. Maar dat is de gold bangle. Die kost 6 uur om te... Hoe noem je dat? Te ontdekken wat het is. Of hoeveel het waard is. En dat kost €80. Maar ik ga het toch doen. Dan hebben we de silver bangle. Die kost €30 in 3 uur. En dan hebben we er nog eentje. Nog een silver bangle. 3 uur, €30. Oké, dus we hebben €474 over. Dit kost best wel veel geld. Maar als het een beetje mee zit, dan kunnen we morgen, de volgende dag, kunnen we dat op gaan halen. Het is nu 3:15. Volgens mij zijn om 4 uur alle veilingen dicht. Of althans, de tijd dat je je kan inschrijven voor een veiling. Ik zit nu een beetje met het dilemma, ga ik een veiling doen of niet? Ik kan ook gewoon wachten en dan de volgende dag beginnen. Dan eerst al deze zooi binnenhengelen qua geld en dan de veiling doen. Of ik kan zeggen van nee, ik doe nu nog een veiling. Maar ja, dan heb ik maar €474. Ja, we gaan toch nog een veiling doen. Wat is in de box? €50 openingsprijs. We gaan er snel naartoe. Dat is namelijk ook helemaal niet ver weg. Dat is hier zo bijna om de hoek. Even kijken, waar is de box? Ja, we hebben weer een box. We gaan er naartoe. Het is 3 uur precies. We zijn netjes op tijd. Niks aan de hand. Ja jongens, ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan aantreffen. Kom op, geef ons een goede box. Daar gaat hij. De deur gaat open. En wat is het? Oh, ja, dat is weer een beetje hetzelfde als net. Maakt niet uit. We gaan kijken wat dat is. Let's go. We gaan bieden. 1. Yes, daar gaan we. Oké. 60 euro, yes. Yep. Yeah. 90 euro. Mooi. Kom op. Yep. 120. Oeh. Eenmaal, andermaal. Fire. Ah, okay. €140. €140. Kom op, 140 zou perfect zijn. Yes, we hebben hem. €140. En dan gaan wij bezig met onze box. Terwijl ik over de straat heen zweef. Ik weet niet wat dat is. Oké, we gaan beginnen met ons. Oh, we hebben weer een chest die op slot zit. We hebben weer wat instant sales. Dus dat gaan we eerst doen. Instant sale. Oh, dat zijn heel veel instant sales. Een board game. Oké. Radio. Een bajonet. Oh, dat is een militaire bajonet. Oh, dat kan misschien wel wat waard zijn. Wat is dit? Een waterpot. Een neppe fruitschaal. Wat de hel? We hebben een bed. Oké, nou goed. Laten we maar gewoon gaan beginnen. Dit is €10 waard. Ja. Oh, we kunnen hem ook nog fixen. €14 hebben we ervan gemaakt. Door het fixen. Is het toch wel waard hoor, dat apparaatje. We krijgen toch weer een paar euro erbij. Wacht even. Dus ik ga eerst dat bed erop leggen, denk ik. Wat is het bed waard? Dat zou wel eens €100 waard kunnen zijn. 68. Wacht, ik kan hem ook nog fixen. Oh, dat kan niet. Daar moet ik level 2 voor hebben. Dat is jammer. Oké, het bed staat. Dat is precies hoe ik hem wil hebben. Want dan kan ik namelijk de rest er een beetje netjes op gaan zetten. Dan hebben wij een radio. Hoeveel is die waard? 25. Kunnen we niet fixen. Dat is jammer. Moeten we straks weer opletten bij de kringloopwinkel dat we niet die kist verkopen. Want dat zou weer zonde zijn. Dan hebben we een tafel van marmer. Kunnen we dat fixen? Nee, dat is jammer. Dat had misschien wel wat waard kunnen zijn. We zitten trouwens al boven de 140. Dus we hebben geen verlies geleden. Volgens mij is dat ook nog niet eens één keer gebeurd. Dit is de waterpot. Hoeveel is die waard? 19. Kunnen we niet fixen. Terwijl ik dat ding erop leg. Wat de hel gebeurt hier allemaal? Ik kan er niks op leggen, joh. Kijk, alles valt eraf. Dan hebben wij de neppe fruitschaal. 14. Kan ik ook niet fixen. Waarom kan ik dat niet repareren dan? Zo bijzonder is dat toch helemaal niet? Oh, we krijgen een bericht. I have finished verifying your item. Ons suikerpotje is ready voor ons. Dit is 32. Oh, kijk. Zie je dat? Ik had toch wel een beetje gelijk. Het is toch wel iets waard.
het bordspel. Nou, fijn. We kunnen alles in één keer meenemen. Dat is echt top. Hier ben ik heel benieuwd naar. Daar gaan we. Wat is dit waard? Dat ik iets meer van verwacht, heel eerlijk gezegd. Nou, ik heb alle spulletjes ingeladen. En wij gaan op weg naar de kringloopwinkel. En dan gaan we alles verkopen, behalve de kist. Want de kist die moet naar de locksmith. Dat gaan we dan eventjes regelen daar. Moet trouwens niet vergeten om al die spullen weer op te halen natuurlijk. Want ik ben heel erg goed de dingen vergeten. Zo, we zijn weer bij de kringloopwinkel. Dan gaan we dat verkopen, behalve de kist. Niet vergeten. Je klikt heel snel. Dit kan weg. Er is een beeldje gedingest. Dat is ook geverifieerd. Het bordspel mag weg, het bed mag weg, de tafel mag weg. De kist niet, maar de bajonet wel. Dus die kist die houden wij. Wij zitten, dames en heren, op €607. Ik krijg allemaal berichten van onze experts. Maar wat ik wil, dat is eventjes onze kist weg gaan brengen naar een locksmith. Ik weet niet of hier zo'n locksmith zit. Ergens. Wat was een locksmith? Hoe zag dat er ook weer uit? Een slotje, heb ik dat? Ja, dat hebben we. Dat is hier zo. Nou, dan ben ik nu op weg dus naar de locksmith om deze kist weg te brengen. Dan hoop ik dat ik nog de tijd heb om iets op te halen van onze unieke of waardevolle spulletjes die we hebben weggebracht. Want het is namelijk al 6 uur en ik weet niet tot hoe laat alles open is. En volgens mij had ik onze spullen bij de household en de art. Dus daar kan ik dan alles ophalen zometeen. Als het een beetje mee zit, want dit is best wel een stukje rijden. Maar het is hier zo. Ik ben aan. Kijk al, man. Zo. We gaan even die kist wegbrengen. Dat kost me €15. 2 uur om open te maken. Dankjewel. Tot de volgende keer. En dan gaan wij nu als de vierde weer naar onze eerste expert toe. Waar we heen zijn geweest. De household expert. Het is 7:30. Ik denk dat we het wel gaan rennen. Volgens mij zijn ze open tot 7 of zo, denk ik. Nou, misschien 6. Misschien is hij net dicht. Oh, wacht. Ik rijd er helemaal voorbij, jong. Oh, god. Ik zit aan de achterkant. Ik moet hier helemaal niet zijn. Ik moet hier zijn. Oké, goed nieuws, mensen. Hij is open. Ik ben zo benieuwd. We hadden hier ons suikerpotje. Is ready. Oké, dus als het goed is, ligt ons suikerpotje nu daar op de grond. Wat is het waard? Ik ben zo benieuwd. 180 euro, wat geweldig. Yes, oh, dit is toch veel beter dan ik dacht. Ik dacht 100 of zo. Oké, fix, kan ik dat? Ah, dat is jammer, dan was het nog meer waard geweest. Oh, wat geweldig dit, €180 voor het suikerpotje. Oké, we gaan meteen door. We gaan meteen naar de art gallery. Het is 7 uur, kom op, gassen. Ik heb trouwens ook bijna geen benzine meer. Dus dat moeten we ook nog gaan doen. Oh, wat geweldig, jongens, €180. Ja, daar gaat die €30 vanaf, hè, voor het... Voor de expert zelf natuurlijk. Dus dan komen we uit op €120. Maar alsnog, weet je, dat is gewoon lekker geld, joh. Oké, we zijn bij de art gallery. We zijn nog op tijd, zo te zien. Ik ben zo benieuwd. Er zijn al onze items. Kom op. Oké, dat is het beeldje. We hebben de... Even kijken. Dat is deze en... Oh, deze die duurt nog eventjes. Dus dat is volgens mij de gold bangle. Nog een uur. Ja, dat is jammer, want dan is die volgens mij dicht. Oh ja, nu moet ik wel even gaan zoeken waar mijn spullen liggen. Oh, hier. Oké, dit is een heel spannend moment, jongens. Daar gaan we. Ik begin met dat beeldje. Wat is het waard? €146. Kan ik hem fixen? Nee. Maar dat is toch wel lekker geld. Oké, dan hebben we onze zilveren bangles. Dat is de eerste. Vier. Oké, dat is een beetje... Oké, dat vind ik dan weer minder. Maar we kunnen hem fixen en dan zitten we op 104. Perfect. Oké, dat is echt heel erg fijn dit. We hebben 149 voor de zilver bangle, de andere. Oh, dat komt omdat de kwaliteit beter is. Kan ik hem fixen? Oh, dat is jammer. Dan hadden we meer gehad. Maar ik ben er heel erg blij mee. Oké, met onze auto vol met geld. Want het is lekker geld dat we hebben verdiend net. Gaan we even naar het benzinestation. Want ik moet eventjes gaan tanken. We hebben benzine nodig, anders kunnen we niet verder. Het is wel heel erg laag met benzinemeter. Dus we gaan eventjes tanken en dan... gaan wij denk ik naar huis. Want de dag is voorbij, neem ik aan. We gaan hem even volgooien. Hoeveel kost dat? €20. Na €22. Oh, we krijgen een bericht van de locksmith. I managed to open the lock on your container. Ik krijg trouwens ook net een berichtje dat onze gouden bangle is geverifieerd. Of onderzocht. Ja, geweldig. Het wordt morgen een hele mooie dag. We gaan dus morgen onze kisten ophalen. We hebben er namelijk 2 weggebracht. En dan hebben we die gouden bangle gaan we ophalen. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar.
Dan gaan we al deze spulletjes natuurlijk verkopen bij de kringloopwinkel. Want we weten eindelijk wat het waard is. Hè. We kunnen ze verkopen. En ik ben nu aan het racen tegen een andere auto. En die gaat het afleggen tegen mij. Wat een game, jongens. Dit is wel... Ik vind het heel erg leuk. Nou, we zijn bijna thuis. Even kijken. We moeten zo meteen misschien ook nog die huur betalen. Ik weet niet wanneer dat een keer moet gaan gebeuren. Want ik bedoel, ik heb 570 euro. Dat is niet veel. Maar er komt natuurlijk wel best wel een hoop bij straks. Als we die spullen hebben verkocht. Dus we gaan lekker naar bed toe. We gaan slapen. Hoeveel hebben we verdiend? 20 euro. Yes, lieve mensen. Het is weer een nieuwe dag. En we gaan meteen naar de kringloopwinkel, want ik ben het helemaal zat. Ik wil die spullen kwijt. Ik wil fast cash. Dus we gaan naar de eerste kringloopwinkel die ik zie. En dat is deze. Natuurlijk. En de kringloopwinkel is nog dicht. Wat zit daar voor iets raars? Wanneer is dat ding open? Nou, deze twee mannen die zitten hier zo vaak, die moeten dat wel weten. Weet u misschien wanneer de kringloopwinkel open is? Ja, jongens, ik zit nu al op het punt dat ik zit te wachten tot de winkel open gaat. De graphics zijn wel echt super nice, hoor. Het is natuurlijk ook Unreal Engine 5, maar alsnog, weet je, het ziet er gewoon echt super netjes uit. Ik zit trouwens even te denken. We moeten straks weer naar de andere kant van de map en dan moeten we die kisten op gaan halen. We moeten hier zo langs voor die gouden bengel. En dan hebben we hier sowieso een kist weggebracht. Of nee, hier zo. Maar heb ik ze allebei hierheen gebracht of niet? Dat weet ik niet. Nou, nog een paar minuten wachten. Kom op, open die deur. Open. Ja, eindelijk. Oké, we kunnen eindelijk deze spullen verkopen. Waarom zet hij een duimpje naar beneden bij deze? Wat is daarmee? Oh, dat komt omdat de kwaliteit niet goed is. Nou, ik zou zeggen, pak de rest lekker. Hoppatee, kijk het geld. Yes, dit hebben we nog nooit gehad. 1149 euro. Goed mensen, het is tijd. We gaan naar de andere kant van de map. Want we gaan onze gouden bengel ophalen en verkopen. En net zoals onze kisten. Ik ben zo benieuwd wat er in die kisten zit. Had ik er nou twee of één? Nee, volgens mij had ik twee van die kisten, toch? Ik begin gewoon weer te twijfelen aan mezelf. Waarom? Oh, wacht even. Zien we het ook niet bovenin het scherm? Dat slotje? Betekent dat niet dat we gewoon twee items bij een locksmith hebben staan? Ik weet niet precies wat dat betekent, maar dat lijkt me wel. Kom ik nu achter. En die daarnaast zit is een expert, denk ik. Oh ja, oké. Dus we kunnen het wel degelijk gewoon zien. Joh, ik ben veel te gefocust op de rest. Het is hartstikke leuk. Oké, we gaan hier zo naar links. En dan gaan we naar onze art gallery en dan gaan we die gouden bengel ophalen. Dat was hier zo. Nou, ik ben echt ontzettend benieuwd. Want het kost ook best wel veel om dit te laten expertisen. Het kostte 80 euro of zo. Oké, hij is klaar. Dankjewel. We hebben ook een prestatie unlocked. Dank u. Waar is het? Het is hier. Ik ben zo benieuwd. Daar komt hij, jongens. Wat is het waard? 221. Ja, maar er gaat 80 euro af. Dus dan komen we ongeveer op hetzelfde uit als wat we hadden met de zilveren bengels. Kan hem ook niet fixen, dat is jammer. Maar we hebben wel 221 euro. Goed, dan gaan we meteen door naar de locksmith. Want dan gaan we die kisten ophalen. Ja, er kan één item in zitten, maar er kunnen er ook meerdere in zitten. Ik heb er geen idee. Misschien vinden we wel een schat. Dat hoop ik natuurlijk in het hele spel. Dat je iets vindt waardoor je nooit meer hoeft te spelen. Dat je gewoon rijk bent. Dat is simpel. Dan worden het gewoon twee afleveringen en dan zijn we gewoon klaar. Wij gaan onze kisten ophalen. Dus als het goed is, ligt hij nu ergens hier buiten. Waar ligt hij? Daar ligt hij. Kunnen we hem fixen of niet? Nee, we moeten hem met level 2 doen. Oké, daar gaat hij, jongens. We gaan hem open doen. Wat zit erin? Een sauspan. Verify. 9 euro. En een oud boek. 9 euro. Ik kan het niet eens fixen. Ik kan ze niet eens fixen. Oké, we kunnen wel vaststellen dat dit een faal was. Ik was zo gehyped. Ik denk van ja, dit is het. Maar nee. Nou ja, goed. Ik heb nog een kist ergens. Niet hier in ieder geval. We gaan dit eventjes naar een kringloopwinkel brengen. Gaan we dat even verkopen. Dat is gelukkig hier zo om de hoek. Ik rij natuurlijk weer helemaal verkeerd. Wat is dit nou weer? We moeten hier zo naar links. Nou, dan gaan we eventjes die oude rommel verkopen die we net hadden. Dat oude boek mag weg. Oh ja, die gold bengel natuurlijk. Die gaan we ook verkopen. En de rest verkopen we ook. En dan zitten we op 1400 euro. En nou moet ik op jacht naar die andere kist. Waar ligt die kist dan? Ja goed, dan moet hij op de andere kant van de map liggen. Dan moet hij hier liggen. Want aan deze kant hebben we geen locksmith. We hebben er hier maar één. Yes, dus dat wordt weer een eindje rijden. Maar laten we hopen dat daar hele goede spullen in zitten. Ik hoop trouwens dat we langs de tank... Nou goed, daar heb je hem al. We moeten even naar het tankje zo. We moeten even gaan tanken ook. Sorry. Laten we dat meteen eventjes gaan doen. Dat kostte mij 20 eurotjes. En als we die kist geopend hebben en weten wat erin zit, dan kunnen we het natuurlijk gewoon meteen ook daar zo weer gaan verkopen bij een kringloopwinkeltje.
En dan, ik hoop dat we op 1500 eindigen. Dat zou mooi zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat we daar unieke items in krijgen. Zo moeten we het weer naar een expert gaan brengen. Ja, we zijn er. We gaan eens even kijken wat we in petto hebben. Even kijken. Kom op. Ready? Dankjewel. Het is natuurlijk ook niet heel erg duur om dit te laten doen. Maar ja, je weet het maar nooit. We gaan hem eerst fixen. Dat kan niet. Level 2 nodig. Daar gaan we, jongens. Hij gaat open. Wat zit erin? Ja. Silver bangle. We hebben er één. Dan hebben we weer zo'n sauspan. 14 euro. Kan ik dat fixen? Nee, dat kan niet. Dan hebben we een basketbal. Die is 18 waard. Kan ik ook niet fixen. Dus we hebben 3 items. En die kist natuurlijk. Maar ik ben wel heel erg blij met de zilveren bangle. Dus ik ga deze in mijn autootje gooien. En dan ben ik best wel blij met deze kist. Puur om die zilveren bangle. En hier, lieve mensen, sluit ik hem af voor vandaag. Nou, ben je nou benieuwd hoe het verder gaat met deze game en met mijn let's play? Vergeet dan zeker niet even de video te liken. Laat even een leuke reactie achter. En als je helemaal nieuw bent, vraag ik je natuurlijk om te abonneren. Gezellig. Welkom. Mensen, ik ga jullie allemaal een hele fijne dag wensen. En dan zie ik jullie allemaal heel erg graag de volgende keer weer. Tot dan, doei!